Ik zou je willen vragen wat jij denkt dat de grootste voor- en nadelen zijn van migratie in Nederland. De grootste voordelen denk ik, meer cultuur. De Nederlandse cultuur vind ik zelf niet heel bijzonder. Niet heel bijzonder eten of veel meer tradities dan Sinterklaas. Nadelen. Ja, we zijn een klein land. We kunnen wel natuurlijk migranten opvangen, maar niet iedereen. Dat is gewoon een probleem. Ik zou misschien wel willen dat iedereen in het land past. Maar als er geen plek is, dan is het vervelend. Dat denk ik. Nou, ik zie vooral voordelen. Want het lijkt me zo, hoe meer nationaliteiten, hoe meer cultuur en hoe breder mensen gaan denken over dingen. Dus nee, ik zie eigenlijk geen nadelen. Ja, voordeel dat je dan je werk in een ander land kan hebben. En nadeel dat familie in een ander land woont dan waar jij woont. Dat heb ik zelf ook. Wat een lastig vraagstuk. Daar ga ik geen mening over hebben. Ik vind het veel te moeilijk. Oké, helemaal goed. Ik vind het voor de mensen die van de ene plek naar de andere moeten. Ik moet er niet meer nadenken. De grote voordelen zijn dat mensen die vluchten, dat die een veilige plek vinden. En de nadelen zijn dat het behoorlijk wat kost aan de gemeenschap. En niet alleen aan geld, maar ook aan inlevingsvermogen. Ik denk niet dat er veel nadelen aan zitten, behalve als het te veel zijn. Voordelen is dat je je cultuur verrijkt. Dat er meer mensen werken of zo hier. Dat er meer mensen gaan werken. En een nadeel is... Wat is een nadeel? Dat er dan veel te veel mensen gewoon in Nederland zijn. Dat, gewoon... dat er geen huizen meer zijn. Dat ook. Voordelen denk ik dat je meer van andere culturen en zo ook leert. En meer diversiteit. En nadelen misschien dat er soms, hoe noem je dat, polarisatie ontstaat. Nou, ik praat gewoon. Ja, nu ben ik er wel. Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Welkom voor de mensen thuis die via de livestream meekijken. 19 miljoen mensen, dat is het aantal inwoners dat Nederland over zo'n 10 jaar waarschijnlijk heeft. En die toenemende, op die groei, die zit hem voornamelijk in migratie. Hoe ziet die migratie eruit en hoe kunnen we er samen wat van maken? Daar gaat het vanavond over. En daar hebben wij onze eerste spreker voor uitgenodigd. Die gaat ons daarover meer vertellen. Professor Helga de Valk. Zij is hoogleraar bij de RUG en directeur van het NIDI. Dat is het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Zij weet alles over demografische trends en over migratie in Nederland, maar ook daarbuiten. En daarom geef ik nu het woord aan jou. Dankjewel. Nou, heel leuk om hier vanavond te zijn. Migratie. Als we het daarover hebben met elkaar in de samenleving, denken we vaak aan één ding. En dat had ook eigenlijk alles te maken wat die mensen zojuist zeiden op de markt. Die denken allemaal aan mensen die hier naartoe komen. Dus we hebben het heel erg met elkaar over immigratie. En een ander element, en dat kwam ook heel mooi in dit filmpje terug. Een van die mensen zei ook, een van die meneer zei van vluchtelingen, die kunnen hier een veilig thuis vinden. Nou, vluchtelingen is een onderwerp wat we natuurlijk met elkaar heel veel bediscussiëren, wat in allerlei debatten terugkomt. Maar als we eigenlijk naar het grotere geheel kijken, dan zijn vluchtelingen 11-12% van de totale immigratiestroom naar Nederland. Dus dat is echt maar een heel klein deel waar we eigenlijk een merendeel van de tijd over hebben. En wat ik graag vanavond zou willen doen, is om met u door te nemen wat voor diversiteit er eigenlijk is in migratie. Naar herkomst, naar reden om te migreren, maar ook kenmerken die mensen hebben als ze migreren. Maar bovendien, niet iedereen blijft in Nederland. Er vertrekken ook weer mensen uit het land. En dat zijn soms mensen die hier geboren zijn. Het zijn soms mensen die hier eerder heen gemigreerd zijn. En ofwel doormigreren of terugkeren naar hun geboorteland. Dus migranten en migratie is een proces van komen en gaan. En in onze debatten hebben we het misschien wat vaker over alleen maar één proces van komen en niet heel erg de dynamiek. Het is een enorm dynamisch iets. En die dynamiek die wil ik vanavond graag met u doornemen en u daarin meenemen. Ik probeer daar enerzijds een blik te hebben op Europa ook een klein beetje, maar ook op Nederland. En een heel klein stukje ook op de regio en Groningen straks.
Nou, misschien goed om maar te beginnen. Ik heb een paar ondersteunende slides. Het is niet de bedoeling per se om daar heel veel nadruk op te leggen. Maar hier is eigenlijk, we hebben heel vaak over de mensen die hier komen vanwege allerlei redenen van oorlog en conflict in allerlei gebieden in de wereld. Maar als je nadenkt over migratie, is dat veel breder dan dat. En migranten, zoals wij die tellen, zoals het Centraal Bureau voor Statistiek telt het aantal mensen dat in Nederland woont, maar dat niet bijvoorbeeld in Nederland is geboren. Nou ja, een heel groot deel daarvan heeft bijvoorbeeld ook een ouder die in het buitenland is geboren. Die tellen er allemaal in mee. Dus eigenlijk ons hele koningshuis wordt door het CBS ook meegeteld als migrant. Dus onze huidige koningin, zij is Argentijnse, dus zij zit in de hele populatie van het CBS als eerste generatie Argentijn. De prinsesjes zijn tweede generatie Argentijn. En dat komt simpelweg omdat het CBS telt op basis van matriciale lijnen. Komt omdat de moeder vrijwel zeker is in veel gevallen bij een geboorte, de vader niet altijd. Dus ook statistici houden daar rekening mee. Hoe ziet die migratie naar Nederland er nu uit? En in deze figuur zie je eigenlijk de immigratie en de emigratie. En het leek me toch handig, ik ga niet al te veel figuren laten zien, maar soms is het handig wel om te zien hoe zich dat over de tijd ook heeft ontwikkeld. En dit is een plaatje wat eigenlijk een twintigtal jaar in kaart brengt, vanaf 2002 tot 2022. En het lichte blauwe balkje wat omhoog wijst, dat zijn het aantal mensen dat naar Nederland toekomt. En je ziet eigenlijk over jaren heen dat dat toeneemt. Met ook wel weer wat kleine dipjes hoor. Want als je kijkt naar 2017-18 was de immigratie ook wat hoger dan in de jaren daarna, mede door corona. Onder het lijntje, donkerblauw, dat zijn ook de mensen die weer weggaan. Dus je ziet eigenlijk, er gaan ook gedurende die hele periode steeds meer mensen weg. Dus migratie is echt een dynamische ontwikkeling, een dynamische beweging, waarbij je eigenlijk ziet dat mensen komen en gaan. En dat wil niet per se zeggen dat het dezelfde mensen zijn die komen en gaan. Gaat dit beter? De groene lijn geeft aan hoeveel mensen dan netto in Nederland blijven. En je ziet dat die over de jaren heen wat toeneemt. Nou, de piek van vorig jaar, die 2022, die is eigenlijk met name toe te schrijven aan het groot aantal Oekraïners dat in dat jaar naar Nederland kwam. En dus de piek is vooral daardoor te verklaren. En eigenlijk in dit jaar, dus vorig jaar, hadden we echt een hele grote toeloop van Oekraïners. Als je daar nu op dit moment naar kijkt, is dat eigenlijk veel minder. Dus vorig jaar hadden we ongeveer 73.000 mensen uit Oekraïne die hier toekwamen. En tot nu toe zijn dat er 7.500. Dus je ziet dat vooral die asielmigratie, die fluctueert ook heel sterk. En dat maakte ook dat bijvoorbeeld in 2016 we een piekje hadden, omdat toen de Syriërs met name naar Nederland kwamen. Dus je ziet eigenlijk een trend van toenemende immi, maar ook een toenemende emigratie. Nou, als we kijken naar het eerste half jaar in Nederland, en dan ga ik u een klein beetje demografie, daar komt u niet voor, maar ik zit bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. En dat gaat vooral over geboortes, sterfte en migratie. U kent nog wel de aardrijkskundeles, de bevolkingspyramides, daar doen wij onderzoek naar. Nou, de groene balkjes hier, die geven aan de natuurlijke aanwas, dat zijn de geboortes. En de blauwe balkjes, lichtblauw, geeft het migratiesaldo aan. En het donkerblauwe aan de rechterkant is het migratiesaldo van de Oekraïnse vluchtelingen. En daar ziet u meteen hoe eigenlijk één zo'n golf van migratie een enorm effect heeft op het aantal mensen wat toekomt. En hoe dat eventueel ook een jaar later alweer heel anders uitziet. U mag zich realiseren dat zonder migratie zou Nederland krimpen. Want dat groene balkje gaat eigenlijk vanaf 2019 naar beneden. Dat betekent dat als wij geen migratie zouden hebben, heel Nederland zou krimpen. En we dus minder inwoners zouden hebben en niet aan die 19 miljoen komen die zojuist geschetst werden. Ik zei het al, migratie is een heel divers fenomeen. Het betreft heel verschillende mensen die om heel verschillende redenen hun land verlaten. En die daarom ook om allerlei redenen hierheen komen. Nou, die redenen die zijn vooral werkgerelateerd en gezinsgerelateerd. Ofwel, mensen komen vooral voor de liefde of voor een baan. Dat is eigenlijk het grootste deel van de migratie. En dat laat ik hier ook in het volgende slide. In het volgende komt dat nog wel even aan toe. Dus je ziet een enorme diversiteit eigenlijk in redenen, maar die twee zijn enorm belangrijk. Asiel dus, eigenlijk maar een klein deel van de hele migratiestroom naar Nederland, maar ook in Europa. Dus ook ondanks de debatten in Europa zien we binnen Europees dat asiel daar maar een klein deel in neemt.
Migranten zijn wel over het algemeen jonge mensen. We hebben relatief weinig ouderen in onze migrantenpopulatie van mensen die toekomen. Het zijn wel heel verschillende mensen, maar ze zijn vrijwel allemaal jong. En ik heb hier per ongeluk emigranten gezet, maar dat moet immigranten zijn. Dus dit zijn mensen die toekomen. En daar zie je eigenlijk het lichtgroen, dat zijn de mensen dus de 25 en de 40. Het donkerblauw, dat zijn de groep juist eigenlijk nog in de jongvolwassenheid, tussen de 15 en de 25. En ook kinderen. Dus je ziet eigenlijk dat 3/4 van de migranten die toekomen, dat zijn jongeren. Dat zijn jonge mensen die hier op de arbeidsmarkt komen of die met hun ouders hierheen komen en hier opgroeien. Dat is een belangrijke notie. Dat is niet overal zo. En dit is een mooi plaatje uit het internationaal onderzoek wat we hebben gedaan. Hoeft u niet allemaal te begrijpen, maar ik dacht, ik breng toch even die aardrijkskunde bevolkingspyramides terug. Maar de enige piramide die u nog ziet is hier rechts onderin. Aan de linkerkant vrouwen en de rechterkant de mannen. En dat zijn de Syrische vluchtelingen naar Zweden. Daar zie je heel veel duidelijk jongeren. Bij de andere herkomstgroepen, dat zijn linksboven de Poolse migranten naar Oostenrijk. Rechtsboven de Roemeense migranten naar Italië. En linksonder de Peruaanse migranten naar Spanje. Allemaal eigenlijk jonge bevolkingen, maar vooral bij die Syriërs zie je ook heel veel kinderen al mee migreren. Jonge bevolkingen. Heel ander beeld als we bijvoorbeeld naar de Britten gaan die naar Spanje vertrekken. Dat zijn de duidelijke pensionados die daarheen gaan. Eigenlijk een van de weinige uitzonderingen. Dus hè, pensioenmigratie zie je wel, maar dat zijn qua aantallen echt de minderheid. En in veel gevallen enkel op weg naar de zon, om het toch maar heel plat te slaan voor vanavond. Waarom komen migranten dan naar Nederland of naar Europa? Nou, dit plaatje is een interessante. De UK Borders, toen dit plaatje gepubliceerd, wat was nog iets anders dan na de Brexit. De man bij de douane vraagt, wat is het doel van uw bezoek? En deze dame zegt, UK benefits. Dat is een veel gehoord iets. Hè? Migranten komen naar ons land, want wij hebben zo'n goede voorzieningen. En daar wil men gebruik van maken. Nou, in een aantal grote onderzoeksprojecten hebben we eigenlijk op allerlei manieren laten zien dat migranten heel vaak helemaal niets weten van de sociale voorzieningen in ons land. Dus de reden om hierheen te komen is in de meeste gevallen is dat niet de sociale voorzieningen. Wat niet wil zeggen dat sommige mensen wel blijven als ze bijvoorbeeld kinderen op school hier hebben en vervolgens zeggen van ja, maar dit is eigenlijk een veel beter schoolsysteem dan waar ik vandaan kom. Dus ik blijf liever, want ik wil mijn kinderen betere kansen geven. Maar we zagen eigenlijk zowel in heel groot kwantitatief onderzoek, waarbij we grote vragenlijsten hebben afgenomen in een aantal landen, als grootschalig kwalitatief onderzoek, waarbij we mensen hebben geïnterviewd, dat eigenlijk de meeste mensen er nauwelijks iets van wisten. En dat is eigenlijk niet zo heel raar, want als we dat onderzoek onder Nederlanders doen, en ik vraag jongeren iets over hun pensioen, ze hebben geen flauw idee. Maar meestal als ik ouderen iets vraag over de kinderopvang, hebben ze ook geen flauw idee. We zijn heel erg bezig met onze eigen levensfase en daar weten we iets over als het gaat om benefits. Dus het idee dat migranten hier enkel heen zouden komen vanwege de benefits, dat lijkt eigenlijk echt niet het geval. Waarmee ik niet wil zeggen dat er echt mensen zijn die daar ongetwijfeld misbruik van maken. Net zoals dat er ook Nederlanders zijn die daar misbruik van maken. Dus dat is denk ik belangrijk om mee te nemen. Nou, hier nog heel eventjes de redenen voor migratie. Je ziet aan de bovenkant zijn de EU-migranten. En dat is een belangrijke notie. Veruit de meeste migranten naar Nederland komen uit andere EU-landen. Dus de grootste groep komt uit de ons omringende landen of uit een aantal Oost-Europese landen en vooral van Poolse origine. Dus je ziet eigenlijk de afgelopen decennium is vooral de Poolse groep het belangrijkst geweest. Met 1 jaar uitzondering in 2016 toen de Syrische vluchtelingen groter aantal hadden. Maar alle andere jaren Poolse migranten. Merendeel komt hier dus echt om te werken. Dat is ook het geval voor degenen die niet uit de EU, dat is de onderste figuur, komen. Alleen zie je daar dat er een groter aandeel ook voor gezin en asielmigratie komt. Het feit dat zij minder voor arbeid komen heeft ook alles te maken met het feit dat de arbeidsmarkt voor hen niet direct toegankelijk is in een aantal gevallen. Dus de meeste mensen die voor arbeid komen zijn hoog opgeleide, bijvoorbeeld die bij ASML komen werken en binnen die hoogopgeleide regeling vallen. Dus daar zie je wat verschil. Ik noemde het dynamische karakter van migratie. En de dynamiek zit hem hier aan de boven- en aan de onderkant van dat lijntje. Je ziet over de jaren heen, het is hier maar geplot tot 2017, loopt eigenlijk exact hetzelfde door de afgelopen 5 jaar. Poolse migratie die komt, de blauwe lijn, maar ook mensen die weer weggaan. Dus het is een grote, vlottende groep. Dus je ziet daar echt heel veel continue in- en uitstroom.
En dat betekent heel veel eigenlijk voor de manier waarop we moeten kijken naar migratie en ook naar integratievraagstukken. Je ziet dat bijvoorbeeld op scholen waar kinderen instromen en 2-3 jaar later ook weer uitstromen. Dus dat is een enorme vlottendheid die we eigenlijk in ons integratiebeleid en denken daarover nog heel weinig verankerd hebben. We zien migratie toch heel vaak als een heel statisch je gaat en je blijft proces. Maar als we kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt, zit daar dus heel veel dynamiek. En toevallig is vorige week de staat van migratie gepubliceerd. Een publicatie die aan het parlement is aangeboden door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ook zij laten heel mooi zien dat 6 à 7 van de 10 migranten is binnen 10 jaar weer vertrokken uit Nederland. He, dus binnen de Europese groep zijn dat er 7 van de 10. Voor de niet-Europese groepen zijn dat er 6 van de 10 die gewoon na 10 jaar weer weg zijn. En dat heeft deels te maken met verblijfsvergunningen die niet langer gelden, maar ook omdat mensen toch weer terugkeren naar hun land van herkomst of elders heen gaan. En dat zien we hier eigenlijk ook, en dat is wel een belangrijke om te realiseren. Dat zijn dus niet alleen maar mensen die hierheen gekomen zijn die vertrekken, maar ook mensen die hier geboren zijn en die 1 of 2 migrantenouders hadden. Ik neem aan dat ik heb alles in het Nederlands probeer te zetten. Deze heb ik even in het Engels gelaten. Ik dacht, dat begrijpt u vast. Geen immigrantenouder, 1 of 2 in het buitenland geboren ouders. En we volgen hier mensen vanaf hun 19e tot hun 28e. Dit is op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En we zien eigenlijk dat de kans om te vertrekken vooral groot is voor diegenen met 2 in het buitenland geboren ouders. Dus dit is eigenlijk wat we vaak in de media ook de tweede generatie noemen. Hè? De kinderen die hier geboren zijn. En zij vertrekken veel vaker weer uit Nederland. En dat is wel iets waar we ons ook rekenschap van moeten geven. Want op het moment dat eigenlijk kapitaal, menselijk kapitaal, weggaat bij ons, is dat wel de vraag, willen we dat eigenlijk? Hè? Waarom vertrekken deze mensen? Nou, in het verleden, toen de Turkse economie het op een gegeven moment heel goed deed, zag je echt een enorme uitstroom ook van jonge Turkse tweede generatie jongeren, die gewoon daar eigenlijk betere arbeidsmarktkansen zagen. Dus het is goed om in het oog te houden wat de kenmerken ook zijn van degenen die komen, maar ook van degenen die gaan. Want daarmee, die groep heb je in je bevolking. En daar zul je zeker, als je nadenkt ook over vergrijzing en arbeidsmarkt, over na moeten denken hoe je die goed kunt integreren. Tot slot, we hebben het nu steeds over internationale migratie, maar de meeste mensen die naar Nederland komen, gaan niet automatisch naar de eerste plek waar ze gaan wonen, blijven ze ook. In veel gevallen verhuist men ook weer verder. In een groot onderzoek wat ik op dit moment nog doe, kijken we eigenlijk wat de effecten daarvan zijn, vooral voor kinderen. Dus hoe het verhuizen eigenlijk binnen Nederland, als je eenmaal hier gekomen bent, vooral ook het latere leven nog beïnvloeden. Daar kan ik graag nog wat anders over zeggen als daar vragen over zijn. Maar omwille van de tijd zal ik daar niet al te uitgebreid op ingaan. Wel wil ik wat laten zien over waar mensen wonen in Nederland. En dit is de Oost-Europese migranten. Per gemeente, dit zijn cijfers van het Planbureau van de Leefomgeving. En je ziet eigenlijk dat die over heel Nederland verspreid zijn. Maar vooral daar waar kansen ook voor werk zijn in het Westland, in de regio's, ook in Brabant, juist vanwege de landbouw en andere arbeid die daar verricht wordt. Dus de Oost-Europeanen zijn enorm verdeeld over heel Nederland. Dat geldt niet voor andere groepen die soms wat geconcentreerder wonen. En in de meeste gevallen zien we eigenlijk dat internationale migranten in eerste instantie naar de grote steden trekken en daarna pas naar elders. Met uitzondering van de asielzoekers, omdat die eenmaal in ons systeem in eerste instantie bij een aanmeldcentrum en een AZC binnenkomen. Ik wil toch even afsluiten met stad Groningen. We hebben hier de bevolkingsontwikkeling van de 10 grootste gemeenten voor 2022 in kaart. Nou, je ziet Groningen heb ik even omkaderd. Binnenlandse verhuizingen, dat groene pijltje, dat licht groene pijltje, dat zijn mensen die wegtrekken uit Groningen. Dus je ziet eigenlijk dat er meer mensen wegtrekken dan dat er naartoe komen vanuit binnen Nederland. Maar je hebt wel buitenlandse migratie, en dat is de groene pijl. En daardoor groeit eigenlijk de bevolking in Groningen toch nog. En daar dus die lichtblauwe dus inderdaad positief. Dus de buitenlandse migratie in Groningen maakt dat de stad eigenlijk nog groeit. En dat zijn voor een groot deel, het zal u niet verbazen, en dan zitten er ongetwijfeld ook in de zaal, studenten die hier komen. En dat zijn niet alleen maar studenten van heel ver weg, maar heel vaak juist ook vanuit bijvoorbeeld Duitsland. Hiermee
wou ik het afronden. En ik hoop dat ik u een inkijk heb gegeven, vooral in de dynamiek en de diversiteit in onze migrantenbevolking in Nederland. Maar ook in de dynamiek die uitgaat van zowel immi- als emigratie. En ik denk dat het goed is als we deze dingen in ons achterhoofd houden als we vervolgens gaan praten over wat dit betekent ook eigenlijk voor integratie in onze samenleving en het samenleven met elkaar. Dankjewel. Je mag even blijven staan nog, want er is ruimte voor twee vragen. Zijn er op dit moment al mensen in de zaal die een vraag zouden willen stellen aan Helga? Wacht maar even af. Nou, ik zie daar links voor een vraag. De microfoon komt naar u toe. Zal ik het zo doen? Ja. Bij de Poolse immigratie was er een figuur over de afgelopen 20 jaar... waarin in 2003, denk ik nu uit mijn hoofd, opeens een verandering plaatsvindt. En ik vroeg me af wat dat geweest is. Ja. 2003 is het moment dat Polen toetrad tot de EU. En vandaar dat op dat moment de markt eigenlijk zowel voor goederen, maar ook voor personen werd geopend. En dat betekende dat eigenlijk mensen hier eenvoudiger heen konden komen zonder dat ze per se een verblijfsvergunning nodig hadden. Overigens wel interessant om daarbij op te merken dat juist het feit dat mensen geen verblijfsvergunning nodig hebben, dat vaak ook maakt dat je juist veel meer circulariteit ziet. Ja, dus je ziet eigenlijk op het moment dat mensen een verblijfsvergunning nodig hebben, waar ook veel in geïnvesteerd moet worden om die te verkrijgen. En als je dan vertrekt en die opgeeft, dan weet je dat je ook nooit meer terug kunt komen, om het maar zo te zeggen. Of misschien niet nooit, zeg nooit nooit, maar het is in ieder geval moeilijk om terug te komen. En bij die Europese migranten zie je eigenlijk veel meer dynamiek van mensen die inderdaad komen een tijd en ook weer vertrekken. En de Poolse migratie in 2003 is de opening van de toetreding van Polen tot de EU. Ja. Duidelijk. Is er nog een andere vraag op dit moment? Nee, nu nog niet. Zo ziet het eruit. Nou, wij zien jou straks weer terug. Dus dank je wel voor nu. En dan gaan wij door met het volgende onderdeel. We hebben weer een filmpje. We gingen de vismarkt op en we vroegen... wat kunnen we doen om fijn samen te leven in Nederland? Heeft u een idee wat we als Nederland zouden kunnen doen als we met elkaar fijn willen blijven samenleven in Nederland? Ja, lief zijn voor elkaar, toch? Liefde overwint alles. Begrip en vertrouwen. Ik denk als we die alle twee hebben, dan komt het wel goed. Gewoon aardig tegen elkaar zijn. Als je kunt selecteren in wie je in je land binnenkomt, moet je hele strenge selectie toepassen op die mensen waarvan je weet dat echt vluchtelingen zijn. Bijvoorbeeld als je een heel groot huis hebt, dat je mensen in je huis laat of zo, dat je dan meer vrij in duiven bent. Nou, wij wonen zelf in een grote boerderij. En we zouden daar best samen met andere mensen willen wonen. De regelgeving is daar nogal ingewikkeld in. Bijvoorbeeld een adres erbij te hebben. Dus als daar wat vergemakkelijking in zou komen, dat zou mooi zijn. Ja, als iedereen elkaar een beetje lucht gunt, dan ben je al een heel eind, denk ik. Toch? Ja, ik denk gewoon vooral gesprek met elkaar aangaan en elkaar horen en elkaars weerstand ook horen. Ik zou het echt niet weten. Nee, nee. Als ik het wist, had ik waarschijnlijk ook al wel een brief gestuurd. Maar, Just be nice tolerance. To each other. Yeah. Yeah. Have patience, I guess. And communicate a lot better. Yeah. I feel like there's a lot of miscommunication in the world. And appreciate different cultures and stuff. Yeah. And just acceptance. Yeah. Yeah. Destijds gingen veel Groningers die gingen naar de mijnen te werken in Limburg. Eigenlijk ook een soort migratie. En die pasten zich daaraan. Die gingen een beetje Limburgs leren. Dat weet ik wel, ik heb zelf ook een paar jaar gewerkt, niet in de mijnen. Maar dat op een gegeven moment manier, je moet meedoen om met de gemeenschap die er is. Ja, ik ben benieuwd hoe onze volgende spreker daarover denkt. Dat is hoogleraar Jochem Tolsma. Hij onderzoekt, hij is hoogleraar sociologie en hij onderzoekt hoe ontvangende samenlevingen reageren op migranten. Jochem, het woord is aan jou.
Ja, dankjewel Geraldine. Ik wil graag iets vertellen over hoe de ontvangende samenleving reageert op nieuwkomers. En dat wil ik doen aan de hand van de conflicttheorie. En in een notendop stelt die theorie dat nieuwkomers ervoor zorgen dat ontvangende samenlevingen of leden daarvan zich bedreigd kunnen gaan voelen. En die dreiging die men ervaart, die kan vervolgens weer leiden tot weerstand. Weerstand tegen deze nieuwkomers. Deze reactie zien we bij heel veel mensen terug. Hoewel we in de filmpjes, zeker in het eerste filmpje, heel veel mensen een stuk positiever reageerden. Maar een belangrijke vraag is, denk ik voor nu, wanneer treedt dit mechanisme nou vooral op? Onder welke omstandigheden, onder wie en wanneer wel? Dus dat wil ik met u door gaan nemen. Maar voordat ik dat kan doen, denk ik dat ik de begrippen nieuwkomers, dreiging en weerstand iets beter moet uitleggen. Dus wat bedoel ik met nieuwkomers? Nou, de collega Helga die had het al over migratie. Dat zijn dus inderdaad, voor een groot deel, verstaan we daar snel migranten onder. Die groep migranten, voor een klein deel, bestaat daar weer uit vluchtelingen. Zoals we al hebben gezien, vaak wordt gedacht dat die vluchtelingen een hele grote groep, een heel groot deel uitmaken van die migranten, hoewel dat in realiteit niet het geval is. Het kan dus gaan om migranten, om mensen, maar het kan ook gaan om partijen. Dus om vluchtelingen op te vangen hebben we aanmeldcentra nodig, asielzoekerscentra. Dat wil dus ook zeggen dat er nieuwe organisaties of instituties of partijen in onze omgeving komen. Denk bijvoorbeeld aan het Centraal Opvang Asielzoekers. Nieuwkomers zijn niet alleen migranten, maar dat kunnen ook gewoon mensen van buiten de regio zijn. Ik zelf woon in het buitengebied, rond Nijmegen overigens, dus helemaal niet hier in de buurt. En ik kom uit de stad en ik word daar als import beschouwd. Dus ook daar ben ik een nieuwkomer. Maar deze nieuwkomers die kunnen dus gevoelens van dreiging oproepen. En wat is dat dan? Wat bedoelen we met dreiging? Die dreiging kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om ervaren dreiging over hulpbronnen. Het idee dat migranten of nieuwkomers onze huizen inpikken. Of onze banen. Of gebruik maken van onze sociale voorzieningen. Die dan onder druk komen te staan. Maar het gaat niet alleen om dit soort economische hulpbronnen. Het kan ook gaan om economische vormen. Maar het kan ook culturele vormen aannemen. Dus ze hebben andere normen en waarden. En die kunnen we als bedreigend ervaren voor onze eigen normen en waarden. En we kunnen denken dat ze een bedreiging vormen voor onze veiligheid. We zien in de media vaak berichten dat er geweld optreedt als migranten ergens instromen of rond aanmeldcentra. En daardoor kunnen we ons bedreigd voelen. Die dreiging die kunnen we ervaren. We kunnen denken dat ze een bedreiging zijn. En deels is het natuurlijk ook een werkelijke dreiging. Soms is er ook sprake van competitie om hulpbronnen. En staat de veiligheid onder druk. Die dreiging die speelt zich af op groepsniveau. Dus men kan denken, zij pakken onze banen af. Maar het kan ook persoonlijk zijn. Maar vaker zien we, dus zij pakken mijn baan af. Maar vaker zien we dat de dreiging veel meer op dat groepsniveau zit. Tot slot, waar bestaat die weerstand dan uit? In eerste instantie gaat het om negatieve houdingen, negatieve denkbeelden. We gaan negatiever denken over die groep nieuwkomers. We denken positiever over onze eigen groep en negatiever over mensen die we niet tot onze eigen groep rekenen. Dat kan vervolgens onder andere leiden tot stemvoorkeuren. Dan zitten we nog steeds in democratische opties, zo gezegd. Het kan ook leiden tot protest. Ook dat past nog binnen onze democratie. We kunnen het er niet mee eens zijn dat er nieuwkomers zijn. We gaan demonstreren. En het kan ook nog verder gaan. We kunnen geweld. Het kan tot geweldsconflicten leiden. Dus zo zien we dat het graduaties zijn in de weerstand die nieuwkomers kunnen oproepen. Maar de vraag was dus, wanneer zien we dit nou vooral? En hoe kunnen we dat begrijpen? Ik heb dat proberen weer te geven door die pijltjes onderin. En die geven eigenlijk aan wanneer dit proces nou sterker is. Dus wanneer leiden nieuwkomers nou tot ervaren dreiging of werkelijke dreiging? En wanneer vertaalt die ervaren dreiging zich dan in weerstand? En we hebben daar risicofactoren. De eerste risicofactor is die zichtbaarheid
van die nieuwkomers. En dat kunt u heel letterlijk nemen. We voelen ons vaker meer bedreigd door mensen met een donker kleurtje dan door mensen die blank zijn of wit zijn. We voelen ons meer bedreigd als we ze ook zien in onze omgeving, als we ze tegenkomen, dan als we ze er niet van bewust zijn. Het feit dat wij denken dat de groep migranten voor zo'n groot deel bestaat uit vluchtelingen, komt omdat we ze zien in het nieuws en de media. Maar wist u waar alle Polen woonden in Nederland? He, zijn die voor u zichtbaar? Nee. Dus die zichtbaarheid van nieuwkomers draagt bij of we ze ervaren als dreiging. Daarnaast heeft het ook te maken met kenmerken van die nieuwkomers. Dus bijvoorbeeld gaat het om hoog opgeleide of lager opgeleide nieuwkomers. Waar komen ze vandaan? Komen ze uit westerse landen? Komen ze uit landen verder weg, niet-westerse landen? Ook daar, dat kan bijdragen aan wanneer wij die dreiging ervaren. Tot slot, of niet tot slot, maar een extra risicofactor is ook hoe de overheid hiermee omgaat. Hoe ze dat proces in banen leiden. En dan hebben we het eigenlijk vooral over die tweede pijl. Dus we kunnen ons bedreigd voelen. Als we dan ons niet serieus genomen voelen door de overheid, dan kan dat zich eerder gaan vertalen in protest of geweld. Hè? Dus een overheid die de gevoelens van dreiging serieus neemt, daarop handelt, zal ervoor zorgen dat er minder weerstand kan ontstaan. Het laatste wat u hier ziet is de maatschappelijke context. En dat is een hele belangrijke, omdat we zien als er bijvoorbeeld sprake is van andere crisis, zogezegd, dan kunnen nieuwkomers eerder tot dreiging leiden en eerder tot weerstand. Denk bijvoorbeeld aan de wooncrisis. Er zijn nu veel te weinig woningen voor veel te veel mensen. Dus nieuwkomers worden veel eerder als bedreiging ervaren voor onze woningen. Denk ook aan economische crisis. Bij een economische recessie zijn wij minder bereid om nieuwkomers op te nemen. Dus die maatschappelijke context speelt hier een belangrijke rol in. Gelukkig hebben we naast risicofactoren ook beschermende factoren. Een daarvan is stabiliteit. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat een plotselinge influx van nieuwkomers, een snelle stijging of, ook zoals collega Helga zei, vlottendheid, het heen en weer gaan van die migratiestromen, bijdraagt aan ervaren dreiging. Als die stromen wat stabieler zijn, we zien een geleidelijke toename of de groep van nieuwkomers blijft relatief constant in onze omgeving, dan zien we dat die dreiging afneemt. Er treedt ook gewenning op. Of zelfs, we stellen onze mening bij en we zien dat als er nieuwkomers in onze omgeving is, dat het misschien wel meevalt met dreiging. Dus als we kijken, als we daar onderzoek naar doen, dan zien we dat vooral bij een snelle stijging van nieuwkomers er dreiging ontstaat. Maar het is dus bijvoorbeeld niet zo dat in gebieden waar veel nieuwkomers zijn, mensen zich meer bedreigd voelen. Een andere, en die werd ook al genoemd door de mensen op de markt, is positief contact. Als we met elkaar in contact treden en dat contact is positief en we leren elkaar kennen, draagt dat bij aan een afname van dreiging. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik denk dat er ook wel veel door de gemeentes en beleidsmakers aan gedaan wordt. Ik heb even gekeken wat hier allemaal speelt natuurlijk in de regio Groningen, maar ik zag dus ook dat er open dagen zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zijn initiatieven om de bevolking positief contact te laten opdoen met de mensen daar, waardoor de dreiging afneemt. Er gaat nogal wat fictie in dit debat. Er zijn nogal wat onwaarheden en één daarvan, die is al genoemd, is dat het aantal vluchtelingen wordt overschat door de mensen. En dat komt dus omdat ze zichtbaarder zijn en zichtbaarder worden gemaakt dan andere migratiestromen. Dus dit is één fictie die het debat verstoort, zou ik zeggen. En er is er nog één. Een van de mensen die geïnterviewd was, die zei van ja, een nadeel van die nieuwkomers of een mogelijke reactie die het samenleven onder druk zet, is dat het zou leiden tot polarisatie. En het klopt, er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders van de opvang van asielzoekers. Maar die polarisatie wordt gewoonlijk overschat.
De extremen in het debat zijn relatief klein. De overgrote meerderheid van Nederland, van de Nederlanders of de bevolking, heeft een meer genuanceerde mening. Het is zelfs zo dat je niet eens kunt spreken over polarisatie in dit verband. En als we het aan een doorsnede van de bevolking vragen, is het draagvlak voor het opvangen van nieuwkomers groot. Die polarisatie neemt overigens ook niet toe. En dat is ook iets wat veel mensen denken. Er waren altijd al voorstanders en tegenstanders van migratie. En die zijn er nu ook. Dat is niet dat de samenleving daar extremere kanten op is gaan nemen. En ook hier denk ik dat dat beeld is ontstaan door de media en door de politici. Dat er binnen het parlement wel extreme groepen of extreme partijen zijn die relatief veel aandacht krijgen in bijvoorbeeld de media. En dat draagt bij aan het beeld dat de polarisatie is toegenomen. Maar daar vinden we geen bevestiging voor. Dan is er nog een belangrijk iets wat ik wil rechtzetten hier. Vaak wordt gedacht dat als nieuwkomers opgevangen worden in een wijk of gemeente, dat bij die bewoners zal leiden tot een toenemende gevoelens van dreiging. Dat klopt wel, maar dat is geen belangrijke reactie. We zien veel meer dat die gevoelens van dreiging en weerstand ontstaan door de toestroom op nationaal niveau. Dus wat er gebeurt in Ter Apel heeft een effect op de hele bevolking. Nou, dan kunnen we dat positief en negatief interpreteren. We kunnen het positief is, misschien is het dus wel goed om mensen te spreiden, want of we mensen nou opvangen heel dicht bij ons in onze eigen woonbuurt, zal die gevoelens van dreiging en weerstand niet doen laten toenemen. Dat zou het positieve verhaal zijn. Negatief is dat je dus incidenten die in bepaalde regio's spelen in het land, denk aan Ter Apel, maar denk ook tijdens de vorige crisis, asielcrisis in Oranjestad, dat die gevoelens van dreiging aanwakkert. Dit zou mogelijk uw mening kunnen sturen over of u voor of tegen de nieuwe spreidingswet bent. Dit brengt mij een beetje, dus nu u de theorie kent van dat mechanisme, hoe nieuwkomers leiden tot dreiging en tot weerstand. Hopelijk dat u misschien kunt nadenken, oké, hoe nu verder? Wat moeten we nu doen? En wat zouden goede ideeën zijn, wat zouden slechte ideeën zijn? En misschien kunnen we wel beleidsmakers helpen om ervoor te zorgen dat er niet te veel weerstand ontstaat. Helaas moet ik wel zeggen dat er een spagaat is. Een spagaat voor beleidsmakers. Namelijk een verschuiving naar kleinschalige opvang van asielzoekers in reguliere opvanglocaties leidt waarschijnlijk tot meer weerstand op de korte termijn. En dus nu zijn er relatief grote opvanglocaties. En als je dat meer kleinschalige opvang zou doen en dus zou verspreiden, zou dat op korte termijn leiden tot meer weerstand. Op de lange termijn zal dat leiden tot minder weerstand. Omdat nu in de crisisnoodopvanglocaties de asielzoekers vaak moeten verhuizen, vergrote zichtbaarheid. En dat leidt nu tot weerstand. Dus als we nu dus naar kleinschalige opvang in reguliere opvanglocaties waar ze langer kunnen blijven, waar er meer mogelijkheden zijn voor positief contact, zal dat op de lange termijn tot minder weerstand leiden. Helaas hebben politici niet altijd die lange adem. Er is nog een spagaat voor beleidsmakers. Wat moeten we nou doen? Moeten we asielzoekers wegstoppen of moeten we ze proberen te integreren? Opnieuw is dit een spagaat, want opvang in afgeschermde of afgelegen locaties, dus segregatie, leidt waarschijnlijk tot minder weerstand op de korte termijn. We zijn ons er niet van bewust dat ze er zijn. Slechts voor een kleine groep in Nederland zijn ze zichtbaar en kan het leiden tot weerstand. Op de lange termijn zal het leiden tot meer weerstand. Want die segregatie belemmert de integratie van die minderheden, van die migranten. Dus vooral voor die migranten, omdat ze dan weggestopt worden en dat het niet de integratie bevordert, zal het op de lange termijn tot meer weerstand leiden. Dus dat is een spagaat en dat is dan de vraag van wat willen we? Kiezen we voor de korte termijn of kiezen we voor de lange termijn?
Ik weet het niet, maar dat is denk ik de spagaat voor beleidsmakers. En dat was het. Goed. Dankjewel. Ook nu is er weer tijd voor twee vragen. Wie heeft er op dit moment een vraag? Ja, ik zie hier een meneer. Nou, de eenvoudige vraag is van een wetenschapper. Die kiest toch altijd voor de lange termijn? En waarom weet u het dan niet? Nou ja, wetenschap is geen mening, dus ik kies eigenlijk nergens voor. Ik probeer te zeggen, te informeren wat de afweging is. En de twee spagaten die ik schets maken hopelijk duidelijk waarom sommige beleidsmakers voor bepaalde regelingen kiezen en meer moeite hebben voor andere regelingen, omdat die pas op een langere termijn positief effect resulteren. Ja. 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 Mag de microfoon... Kies je dan toch altijd voor de lange termijn? Dat zou gewoon, als ik u was, als wetenschapper, meer argumenten... Ik wil best kiezen hoor. Voor de lange termijn bedenken, omdat dat het gewoon verstandig is. Ja. Dat is gewoon het meest verstandige. Je gaat toch als wetenschapper verstandige dingen onderbouwen en naar voren brengen. Hoeft maar voor mij niet in de politiek hoor, dat hoeft niet. Maar. Dank u wel, vraag is duidelijk. Nee, helder. Die lange termijn, daar zitten wel kosten aan verbonden. Dus voor de lange termijn om meer langdurige opvang, kleinschalig ervoor te zorgen, dat kost natuurlijk geld en dat is er niet altijd. En we zitten ook bijvoorbeeld nu met de wooncrisis. Dus al zouden we het willen, is het misschien niet mogelijk. Ja. We gaan nu even door naar een volgende vragensteller. Ja. Ik zie een mevrouw daar achterin. Je had het over bepaalde risicofactoren en ik vroeg me af of gender daar ook in is meegenomen, ook qua zichtbaarheid. Ja, zeker. Dat is een hele goede. We zien dat mensen zich veelal minder bedreigd voelen door vrouwen dan door mannen. Sterker, de jonge alleenstaande mannen, daar voelen we ons het meest bedreigd door. En dan zeker als we het hebben over dat veiligheidsaspect. Dus daarvoor... En dan kunnen we het nog specifieker maken. De mensen waardoor we het meest ons bedreigd voelen, dat zijn die jonge mannen die we veilige landers noemen. Dat zijn mensen waarvan we eigenlijk weten, die kunnen geen vluchtelingenstatus krijgen. En hebben dus eigenlijk ook weinig te verliezen om zich goed te gedragen en zorgen voor relatief veel geweld. En dat is ook het beeld. En daar voelen we ons het meest bedreigd voor en dat hebben we ook het meeste weerstand tegen. En je zult het ook zien in de politiek dat daar wordt gezegd, die moeten allemaal weg en die moeten eruit. Maar dat kan niet zo makkelijk. Ja. Waar moeten ze heen? Ja. Ik zie meer handen. We hebben ook nog even wat extra tijd, dus we kunnen meer dan twee vragen doen. Ik zie daar de mevrouw daar met het witte kraagje, hier aan deze kant. Hoi, allereerst bedankt uiteraard. U zegt net dat de polarisatie wordt overschat en dat het draagvlak in Nederland over het algemeen best wel groot is. Ja. Maar is dit ook gepeild per regio? Want het is natuurlijk zo dat, we hebben het net over de alleenstaande mannen gehad, als die geplaatst worden, want die moeten wel geplaatst worden, dan ontstaat die polarisatie natuurlijk in een bepaald gebied, wat dan weer invloed heeft over, op de algemene polarisatie in Nederland. Die invloed die gaat steeds door. Hoe wordt dat eigenlijk gepeild? Even kijken of ik uw vraag helemaal precies goed begrijp. Natuurlijk is het zo dat bepaalde groepen tot weerstand oproepen. En dat als die groepen in een bepaalde regio geplaatst worden, dat daar de weerstand relatief groot is. En volgens u zou dat dan leiden tot polarisatie. Maar om polarisatie, daar versta ik onder dat er een grote groep is voor en tegen. Hè? En dat...
zien we ook hier eigenlijk niet. Er is best wel een grote consensus dat we de veilige landers liever niet willen hebben. Hè? Of niet willen huisvesten, zo gezegd. Ja. Maar de reactie, de weerstand ontstaat soms lokaal. Maar zoals ik ook al gezegd heb, we zien dat die lokale reacties, dus die weerstand, dat die relatief klein zijn in vergelijking met de reacties op die migratiecijfers op nationaal niveau. En daar zijn uitzonderingen als er verschillende dingen samenkomen. Dus denk bijvoorbeeld aan wat er in Ter Apel is gebeurd, waar heel veel dingen tegelijk samenkwamen. Het was echt een plotselinge stijging. Het was we konden ze niet meer huisvesten. De bevolking had het idee dat ze in de steek werden gelaten door de overheid. Er was sprake van een echt veiligheidsprobleem. Dan zien we dat daar lokaal heel erg die dreiging ontstaat. Dus er zijn zeker uitzonderingen, maar over het algemeen is die lokale reactie relatief mild op die toestroom. Ja. Goed, dan laatste vraag voor de pauze. Ja, de mevrouw hier vooraan. En ik... ja, als je vanaf deze kant komt, ja. Ja, dank u wel voor uw verhaal. Met name, u zegt over de kleinschalige opvang, op de korte termijn meer weerstand, op de lange termijn minder weerstand. Ja. Zoals ik het ervaar in de politiek-bestuurlijke omgeving bij gemeentes, is het precies andersom. Want wij moeten hele afgebakende periodes geven, willen mensen dat accepteren. Ja. Hoe langer die wordt, hoe meer weerstand ik heb. Ja, ja dat klopt. Maar die weerstand die neemt heel snel af op dat punt. Als je, dat zien we ook in onderzoek. Als er een nieuw asielzoekerscentrum wordt geopend, dan heb ik dus niet over de crisis noodopvanglocaties, maar over of noodopvang voor minimaal 2 jaar of echt een reguliere AZC. Dat er heel snel gewenning optreedt. En grappig genoeg zien we ook best vaak reacties dat als het AZC sluit, ook de noodopvang, dat de bevolking ook in opstand komt en dat ze eigenlijk de AZC willen houden. Dus u heeft gelijk, op de hele korte termijn zien we vaak van oké, willen we niet, maar dat zijn ook de mondige mensen die dan van zich laten horen. Hè? Dus die polarisatie wordt overschat, ook door mensen van gemeentes, hè? Dus die extreme groepen laten van zich horen. Maar al heel snel zien we dat daar gewenning optreedt als men zich bewust wordt dat die gevoelens van dreiging niet altijd even realistisch zijn. He, dus ik zei die gevoelens van dreiging, men kan dat ervaren, maar kan het meer of minder op de werkelijkheid gebaseerd zijn. Dus als er een nieuwe AZC wordt geopend en dat wordt in goede banen geleid en er treedt geen grote diefstallen of criminaliteit op, dan zien we dat het heel snel daalt. Die weerstand. Goed. Ja. Dankjewel. Ja. Later is er nog meer ruimte voor vragen, want jij komt ook nog weer terug in het programma. Dankjewel voor nu. Dit laatste of tweede deel richt zich al wat meer op het aandeel vluchtelingen binnen migratie. Na de pauze gaan we het juist weer verbreden en gaan we ook toe naar arbeidsmigratie en eigenlijk alle soorten migranten die we kennen. Maar dat is na de pauze. We hebben nu een kwartier de tijd waarin u even kunt rondlopen, een drankje kunt halen en dan zien we u straks weer terug. Ja, welkom terug allemaal. Het is tijd om door te gaan met de derde gast van deze avond. Dat is Shoaib Hosman. Hij werd geboren in Afghanistan en kwam in 2012 naar Nederland. Hij is geneeskunde gaan studeren en specialiseerde zich tot psychiater. Hij is hier en hij werkt zelf ook veel met migranten in zijn rol als psychiater. Shoaib, kom erbij. Nou, dankjewel. Ja, fijn dat je hier wil zijn vanavond. Je bent hier als ervaringsdeskundige en ook als professional om te praten over migratie. Waarom werk je mee aan deze avond? Ja, toen ik eerst hoorde over dit thema, het sprak mij heel erg aan. Ik dacht, ik woon hier heel gelukkig. Lukt me ook een beetje Gronings. En lijkt me ontzettend leuk om te delen met mensen. Wat maakt mij zo gelukkig? En hoe heb ik het beleefd om die geluk te kunnen nu ervaren?
Ja, mooi. Nou, dat is een mooi startpunt voor de volgende vraag. Ik noemde net al even, in 2012 kwam jij in Nederland. Wat was jouw eerste indruk toen je hier aankwam? Shock, culturele shock. Ja? Ja. En als ik het even uitleg, een gevoel van onmacht, onzekerheid over je identiteit, je kern, die normen en waarden waar je bent opgegroeid en waar je tegenaan loopt in de maatschappij. En heimwee naar het vroege verleden, gemist van het verleden, dat was het meer. Ja? Ja. En nou, ik noemde het net al, je ging geneeskunde studeren. Je bent hier verder je leven gaan vormgeven. Wat waren nou de grootste culturele verschillen die jij opmerkte in die jaren? Ja, ik heb vooral in het beginjaren door de culturele verschillen heb ik een aantal grappig, maar ook gek en vernederende situaties meegemaakt waar ik ook achteraf ook om kan lachen. Als voorbeeld, in het land waar ik vandaan kom, het is ook heel gebruikelijk om mensen met geaagde aan te spreken. Vooral onbekende mensen, zoals een dokter of een advocaat of een rechter. Wat wij in Nederland heel gebruikelijk om in schriftentaal gebruiken, geachte heer of vrouw. Maar een spraaktaal is in mijn land ook heel gebruikelijk. Is contact met de advocaat. Ik heb haar met geachte advocaat aangesproken. Zij sprong bijna uit haar stoel en zij zegt: nee, wij gaan niet elkaar met geachte aanspreken. Dus jij mag gewoon mijn voornaam noemen. En ik vond het zo ongemakkelijk, haar voornaam. Ik ken je toch niet en jij bent mijn advocaat. En toen heb ik geprobeerd om te zeggen aan mevrouw Els. En toen ging zij weer lachen en zegt ze: ja, als je mevrouw zegt, dan mag je beter mijn achternaam gebruiken. En ja, het voelde van, het was heel ongemakkelijk. Terwijl wij beide partijen deden hun best om elkaar te respecteren. Maar ontstaan die ongemakkelijke situaties door die culturele verschillen. Een ander voorbeeld was dat ik, in mijn land is heel gebruikelijk, als iemand je voor het eerst vraagt, wil je een kopje thee of koffie? Je zegt nee. Het is een vorm van beleefdheid. Maar ja, hier is nee en ja is ja. Ik krijg nooit een koffie en thee. En op een gegeven moment, mijn vrienden waren achtergekomen. Ze hebben gezegd, als jij nee zegt, dan nee is geen nee, geef maar gewoon. Oké. Dus zo kreeg ik gewoon koffie en thee. Ja. Dus in zulke kleine dingen als aanspreekvormen of hoe je een kopje koffie ja of nee, hoe je daarop reageert, daar merk je eigenlijk al in. Of nog een voorbeeld, ik liep in een ziekenhuis met een specialist mee. Wij moesten een patiënt slecht nieuws brengen. De uitslag van de MRI-scan was kanker met levensverwachting van 6 maanden. We hebben een slecht gesprek. Ik liep gewoon mee naar de gesprekskamer. Meneer kwam naar binnen. En meteen wordt begonnen het gesprek direct. Wij hebben een slecht nieuws. En toen, na een paar zinnetjes, kwam de uitslag. En daar, mijn beleving was, schrok ik een beetje van. En mijn beleving, oh wat onaardig. Jeetje, die arme meneer. In het land waar ik vandaan kom, 90% van het geval deel je de diagnose niet met de patiënt, maar met de familie. Eens familie, systeem. En zij gaan overwegen maken, gaan wij wat delen of niet? Soms delen zij ook niet met, bijvoorbeeld als iemand 6 maanden levensverwachting heeft, dan wordt het niet gedeeld. En destijds was mijn beleving, oh, ze zijn zo direct, zo onaardig. Zo kwam het over aan mij, maar nu snap ik het ook heel goed, hè, dat ze hier andere normen, waarden, anders wordt omgegaan. Daar schrok ik toen een beetje van. Ja, dat zijn grote verschillen inderdaad. Zou je nog iets kunnen zeggen over, je hebt de taal geleerd, waar ben je daarin tegen aangelopen? Ik herinner me iets over hoe je daar ook bij Humanitas ondersteuning bij hebt gehad. Ja. Ja, het is, Nederlands is een ontzettend moeilijke taal. Ja. Ik heb veel ondersteuning gehad van Humanitas, vrijwilligers van Humanitas.
Ik had geluk om in contact te komen met een gepensioneerde huisarts. Die heeft mij ontzettend gesteund in het leren van een taal, een medische taal. En ook een stuk normen en waarden. Het was een soort voor mij. 1 uur per week zag ik hem, ging ik gewoon bij hem een kopje thee en deelde ik wat ik had beleefd die week. En ja, het was een veilige plek voor mij om gehoord te worden en ook te leren. Weet je, wat je voelt is niet abnormaal, maar hier doen wij het een beetje anders. Een voorbeeld is, Humanitas heeft een taalcafé elke donderdagmiddag van 3 tot 5 uur. Dan ga je gewoon met een aantal buitenlanders, met een paar Nederlanders aan tafel met elkaar praten. In het land waar ik vandaan kom, mensen gaan niet heel direct allerlei privé vragen stellen aan jou. En in het begin vond ik het ontzettend lastig, had ik enorm moeite mee. En ik had gezegd, weet je, ik ga echt niet naar de taalcafé, want zij vragen alles over mij, over mijn familie. En het voelt zo onprettig. En toen ik naar die maatje ging en ik heb met hem gedeeld, ik ga niet meer naar die taalcafé. En hij zegt, wat maakt dat je dat niet doet? Ik zei, weet je, in mijn land is helemaal niet gebruikelijk dat je iemand niet kent en opeens vraagt over zijn familie en weet ik veel alles over hem. Ik zeg, ja, misschien kun je het gesprek omdraaien, dat je die vragen gaat stellen en kijk je hoe zij reageren daarop. Ik zeg, oeh, ja, dat is leuk. Ga ik doen. En volgende week was ik bij Humanitas en Talcafé en ging ik gewoon die vragen terugstellen aan die mensen. Juist de initiatief nemen, de regie nemen, ik ga de vragen nu stellen. En tot mijn verrassing kreeg ik gewoon antwoord daarop. En mensen waren ook niet heel huiverig en gewoon wordt alles gedeeld. Ik zei, oeh, ja, nou, zo een beetje. Ja? Ja. Ja. Nee, ja, ik merk aan de reacties uit de zaal dat het best verrassend is om te horen. Ik ben ook benieuwd, je hebt op een gegeven moment stage gelopen. Hoe merkte je daarin cultuurverschillen? Ja, eerste week stage in ziekenhuis in Assen, eind van de week. Een soort evaluatie van de week met de begeleiders. In de cultuur of in het land waar ik vandaan kom, het is heel gebruikelijk dat je geen directe oogcontact maakt met je supervisor of met de professor of met de dokter of met de rechter. Dat is een vorm van beleefdheid. En dat je ook niet je docent tegenspreekt. Ja, je luistert gewoon braaf. En dat deed ik heel braaf. En ik was een beetje bescheiden. Dat hoort ook bij hoe ik ben. Aan eind van de week kreeg ik een beoordeling waar ik me ook van schrok. Jij was niet geïnteresseerd. Ik was aan het uitleggen. Ik wilde over de patiënt van jou wat vertellen. En jij kijkt. Jij was bezig met je notitieboek. En jij kijkt helemaal niet naar mij aan. Ik kon toen niks zeggen. Ik was een beetje bevroren, naar huis gekomen. Ik dacht, jeetje, wat gebeurt er hier allemaal? Hoe kan dat? Ik ben toch altijd een heel goede student geweest, leerling geweest. Toch wel die Nederlandse netwerk van mij heeft mij ontzettend geholpen. En toen in gesprek gegaan en uiteindelijk heb ik het begrepen. Ja, je moet gewoon in de ogen van mensen kijken als je praat of als je communiceert. Als je dat niet doet, ja. Dat is hier belangrijk. En dan heb je geen weinig belangstelling of geen belangstelling. En zodoende heb ik het ook een aantal andere situaties waar ik ook in mijn huidige werk mee maakte. Hè. Wat je ook net zei, dat donkere huidkleur wordt geassocieerd met agressie. Wat Jochem zei. Maar ook in sommige culturen praten mensen heel hard. Daar moet ik ook soms met collega's hebben. Als die mevrouw of met zijn zus zo hard praat, betekent niet dat zij agressief is, maar dat is gewoon een stuk van de cultuur. Zo gaan zij met elkaar om. Of een patiënt, familielid was overleden, de hele familie kwam huilen en heel veel collega's waren verbaasd. Waarom gaan zij zo om met elkaar? Waarom zijn iedereen zo emotioneel? Ja, dat is ook een stuk culturele omgang met de rouw of uiting van gevoelens kan ook per cultuur verschillen.
Dat zijn dingen wat ik ook op werkvloer meemaak. Of patiënt die heel erg verward was en die wilde gewoon met handen eten. En heel veel landen is ook heel gebruikelijk dat je met je handen eet. Maar goed, ik moest het heel veel uitleggen dat het niet hygiënisch is en dat het niet kan. Hoe kan iemand met handen eten? Dus daar moest ik veel uitleg geven aan de verpleegkundige team of aan de sociotherapeuten. Om wat begrip te creëren. Ja. Ja, dus ook in je werk nu kun je die ervaring heel erg meenemen. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Ik vond het mooi, je noemde net al hè, de mentor die je had, de huisarts. Kan je daar nog over vertellen welke rol hij voor jou heeft gespeeld? Een ontzettend belangrijke rol. Ik ben denk ik deels dankzij hem binnen 10 jaar psychiater geworden. Dus een heel belangrijke rol. Ja. Ja. En wat deed hij dan in die rol voor jou? Hij bood mij een veiligheid om mezelf weer te ontdekken of nieuwe cultuur te leren kennen, te mogen zijn. En daar was geen oordeel over, maar wel ruimte om te praten, om mij te laten praten en ook delen. Hey, hoe kijken wij hier en wat kun je... Hoe kun je daarmee omgaan? Dat heeft mij enorm geholpen. De veiligheid dat die man bood aan mij. Hmm. Ja, standaard vrijdagmiddag om 1 uur, kopje thee, was klaar. Het was, ik heb nog steeds met hem contact en nog steeds ben ik heel erg dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor mij. Ja, belangrijk geweest. Heel belangrijk hoor ik, ja. Dan ben ik wel benieuwd, hè? Jij werkt als psychiater, kom je migranten tegen? Wat voor soort migranten zijn dat? Ik zie migranten in een brede zin, van hoog opgeleid tot laag opgeleid, van studenten, onderzoekers, expert doelgroep. Dus, eigenlijk de hele scala van migranten en vluchtelingen. Ga ik ook soms naar de AZC's om mensen ook daar te zien. Ja. En als je kijkt, waar lopen deze mensen tegenaan? En is dat hetzelfde voor die groepen of zit er ook verschil in? Ja, dat is wel heel interessant. Nederland of Nederlanders zijn best individualistisch. Ze zijn heel ikgericht, is van mij. Mijn huis, als kind leer je dat. En mensen die uit een collectivistische cultuur komen, uit een wijkcultuur komen. En ik merk dat zij ervaren moeite met die directheid, zoals ik ook eerder zei, het belang van het groep wordt vooropgesteld. Hier wordt assertiviteit heel hoog op prijs gesteld, maar in China is het een negatieve eigenschap, want als je sub-assertief bent, dan ben je wel groepsgeschikt. Dan ga je voor het belang van de groep. Dus de directheid is een eigenschap waar heel veel mensen moeite mee hebben. Wat het heel dreigend is, waar mensen worden bang van en gaan zij zich achter terugtrekken. En die veiligheid waar je het net over had, die komt dan niet, hè? Die is er dan niet. Ja, je moet wel geluk hebben om een paar goede of mensen naast je te hebben om dat te kunnen even delen om te ervaren. Hey, anders ontstaan zo, die mensen gaan aan de rand van de maatschappij wonen en durven niet meer in de maatschappij te komen, wat ook in de... Ja. En de filmpjes kwamen. Want het is een proces tussen gast en bezoeker. Ik kon niet integreren zonder hulp van mijn netwerk. En dat is heel erg nodig. Het is van beide kanten. Het wordt, soms wordt gesuggereerd, deze mensen integreren niet, deze mensen pakken onze cultuur, normen en waarden. Maar het is absoluut niet eenzijdige interactie, het is gewoon wederzijds. Ja, mooie aanvulling. Moet ik even te kijken hoor.
Nou, in jouw werk heb je ook die rol om die vertaling te maken. Hè? Die brugfunctie die de huisarts voor jou had, kan jij ook die vertaling maken voor mensen als er culturele verschillen spelen. Ja, hoe is dat op jou? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is een interessante vraag. Ik ben een psychiater op mijn werk, maar ben ik ook ervaringsdeskundig. Dus soms moet ik even switchen van de stoel en uitleggen wat bepaalde gedrag betekent in de context van de culturele context. En dat moet ik ook even uitleggen aan mijn collega. Om te begrijpen en ook tegelijkertijd aan de patiënt, hey, maak oogcontact hier met mensen, anders zeggen zij dat je depressief bent. Of krijg je een andere stempel. Ja, ja. Nee, dat is een bijzonder voorbeeld. En je hebt ook onderzoek gedaan tijdens je studie in hoeverre zorgprofessionals het lukt om die culturele verschillen om daarmee om te gaan. Kan je daar wat over vertellen? Ja, tijdens mijn. Ik heb opleiding tot psychiater hier in Groningen gedaan bij Lentes. En daar liep ik regelmatig tegen de culturele verschillen. Wat het speelde en het contact met het verpleegkundige team of met de collega's tussen teams en patiënt. En dan soms ontstaan heel snel het gevoel, wij begrijpen elkaar niet. Er is problemen in de communicatie of deze mensen. Luisteren niet naar ons, zeggen ja, maar doen ze toch niet. En dat heeft mij gestimuleerd om voor mijn eindreferaat een onderzoek te doen naar de culturele competentie van mijn collega's. Daar kwam opvallend naar voren of dat 20 tot 30% van collega's zich niet competent voelen om met deze doelgroep in contact te komen of behandeling te bieden. En dat was wel verrassend voor mij. Ja, verbaasde je dat wel ook zeggen, maar dat was zo dus. Maar herkende je dat ook? Ja, vaak mensen zodra. Ja, inderdaad. Ik deed crisis. Ik werkte bij de crisisdienst hier in provincie. En soms zie je dat zodra dat een buitenlandse naam valt, dan iedereen wordt een beetje bang van. Waar zien wij, begrijpen wij elkaar? Hoe gaan wij communiceren? Wij kunnen de taal toch niet? Wij kennen de cultuur niet. Dus ja, dat is wat ik zag en wat ik nog steeds soms zie. Ja, en hoe ga je daarmee om als je dit gedrag ziet? Blijven uitleggen uitleggen, ja, aan de mensen. Ja? Ja. Kijk even verder welke vragen we nog hebben. We hebben het natuurlijk over hoe kunnen we goed met elkaar samenleven. Wat had het voor jou nou makkelijker gemaakt om in Nederland te wennen? Nogmaals, die niet oordelende houding van die huisartsen, mensen, goede mensen die ik in mijn netwerk had, en de veiligheid dat ik kreeg hier, dat heeft mij ontzettend geholpen om weer op mijn benen te kunnen staan en een steentje bij te dragen aan deze maatschappij. Ja, die veiligheid noemde je eerder ook al. Kan je zeggen, wat betekent die veiligheid voor nieuwkomers? Ja, dat betekent heel veel. Dat is ook heel belangrijk. Je verlaat je land, je komt hier, je ziet dingen wat het ook heel anders is. En jouw goede eigenschappen worden ook opeens allemaal minder goed of negatief. Als je assertief bent, dan is het negatief. Als je niet heel erg eigen mening hebt, dat is heel erg negatief. In heel veel landen is het niet gebruikelijk dat iedereen vindt overal van. En iedereen moet feedback geven. Als student moest ik heel vaak feedback geven. Positief feedback, negatief feedback. Oh god, wat moet ik zeggen? Aan het begin dacht ik, jeetje, wat is dat? Dus die ruimte dat je moet krijgen om dat te leren. Afkijken bij collega's, bij vrienden, bij medestudenten. Nou, hoe doen zij dat? Ik moet goed afkijken, goed opletten.
En dat bedoel ik met die veiligheid. Dat je wel mensen jou vertrouwen. Zij hebben mij de vertrouwen gegeven om hier die opleiding te doen. Ondanks dat Nederlands niet mijn moedertaal is. En ik ben ook niet heel lang hier. En psychiatrie is er vaak van taal, communicatie, nuances. En dus die vertrouwen... En die ruimte wat je krijgt is ontzettend belangrijk. Ja. Ja, hoe zie jij de toekomst voor je als we het hier zo hebben over... Hè, wat kunnen we met elkaar doen om goed samen te leven? Wat zouden wij kunnen doen? Is er iets wat je aan ons wil meegeven? Ja, Humanitas is als een prachtige voorbeeld. Het is echt een mooie organisatie hier in Groningen. Ik denk dat zulke initiatieven dragen een ontzettend belangrijke rol in het veilig laten integreren van vluchtelingen of migranten in de maatschappij. Ik zou dat soort initiatieven bevorderen en daarnaast nogmaals niet snel oordelen. En soms mensen denken dat zij weten, maar zij weten niet hoe anderen denken of voelen. Dus ruimte geven, niet weten de houding of niet oordelen en luisteren en proberen te begrijpen. Proberen te begrijpen. Ja. Goed, dankjewel. Dat is een mooie opdracht voor ons allemaal, denk ik. Dankjewel. Je blijft zitten, want de avond gaat nog verder. Maar ik wil ook graag Helga en Jochem erbij vragen. Dank jullie wel. Dan ben ik als eerste benieuwd, hoe hebben jullie naar het verhaal van Schwab geluisterd? Wat viel jullie op? Ik weet niet wie je mag beginnen. Nou ja, Helga, ja. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal over hoe je eigenlijk met hele kleine ontmoetingen iets heel groots kunt bereiken. Dus ik vind dat een hele mooie om te horen. En het raakt mij ook in onderzoek wat ik heb gedaan op allerlei plekken in de wereld, waarbij we aan docenten vroegen, wat is een goede leerling? En dat is exact wat jij zei. Hè? Dus de docenten in Spanje zeiden, de leerling die netjes zit, die naar mij luistert, mij niet aankijkt. En eigenlijk denk ik ook dat we in het onderwijs met nieuwkomers te vaak verwachten dat kinderen meteen hetzelfde verwachten als wat leerkrachten in Nederland verwachten. Namelijk dat je assertief bent, dat je wel een mening hebt, dat je aankijkt. En ook die kinderen hebben dat heel vaak niet op die manier. Hè, en krijgen dat niet van huis uit mee. Dus ik werd heel erg, wat jij vertelde, herinnerde me heel erg aan het onderzoek wat we deden. En eigenlijk lijkt was Nederland daar heel erg op Amerika. Hè, dus iedereen moet meteen een pitch houden. Je moet in 2 minuten jezelf neerzetten. En dat is gewoon in heel veel andere landen helemaal niet zo. En in ons onderwijs houden we daar best wel weinig rekening mee. En snappen we dat ook heel vaak niet. En dat... jij bent volwassen en het bracht jou al in een hele lastige situatie. Dus kunt je nagaan hoe dat voor kinderen mogelijk is. Dus triggerde bij mij ook dat. Dankjewel. Ja, bedankt. Ja. Mooie aanvulling, Jochem. Ja, nee, ik vond het mooi dat je vooral heel erg illustreert dat contact heel belangrijk is. In mijn verhaal focuste ik op de reactie van de ontvangende samenleving. Jij liet de andere kant zien. Maar ik denk dat voor beide kanten belangrijk is om goede contactervaringen te creëren en daardoor elkaar beter te leren kennen en dat sommige gedragingen dus niet als bedreigend ervaren worden. Ja. En dat geldt voor de migrant of de nieuwkomer en voor de ontvangende samenleving. En dus je oproep om dat soort initiatieven meer te steunen, daar kan ik me heel goed in vinden, dat deel ik. Ja. Dank je. Mooi, dank jullie wel voor jullie reactie. Dan gaan we bijna door naar vragen uit de zaal, maar ik wil nog even één vraag die via de chat van de livestream binnenkwam delen. Dat is dat in het verhaal van Jochem, jij noemde best vaak het woord waarschijnlijkheid en dat is natuurlijk een heel wetenschappelijk woord. Zou je daar nog wat op kunnen toelichten hoe je dat bedoelt? Nou, in dat model wat ik schetste, het is niet zo dat elke nieuwkomer precies dezelfde reactie veroorzaakt of bij iedereen dezelfde reactie
veroorzaakt. Je ziet daar veel variatie in. Je ziet veel variatie in van de mensen. Je ziet veel variatie in wat er gebeurt. Dus je kunt als... Helaas kunnen we niet zeggen, oké, als er nu deze groep komt, gebeurt er dit. Maar we kunnen wel zeggen wat vaker voorkomt. En dan zeggen we, ja, dat is dan waarschijnlijk. Dus vaak, wetenschappers gebruiken het woord waarschijnlijk ook als iets vaak voorkomt, maar niet altijd. Ja, een soort nuancering van de resultaten. En je zag het eigenlijk ook al, dat een vraag uit het publiek van de mevrouw, ja, volgens mij was het in mijn gemeente anders. Dus dan wordt er gedacht van, maar is het dan altijd zo? Ja, niet altijd, maar meestal wel. En, Goed, nee, maar dat is een verduidelijking. Ik hoop dat degene thuis hier ook mee geholpen is. Dan gaan we weer naar de zaal kijken. Mag het licht misschien iets meer aan in de zaal? Ik zie hier een vraag vooraan. De microfoon komt via die kant naar u toe. Ja, ik wou aan professor Dr. Jochem even een vraag stellen. die ik daarnet ook al had, maar toen kwamen we er niet aan toe. Wat mij opviel, dat was dat het jouw hele verhaal over dreigingen en zo, en die driedeling, dat heel erg gericht is op de bijvoorbeeld Nederlandse samenleving en hoe die dat voelen. En in jouw onderzoeken neem je ook mee hoe of die mensen in die asielzoekerscentra en zo ervaren dat ze ergens in Zuidbroek worden opgesloten in een oude sporthal. Waar de ramen van dicht zitten en waar alleen maar gordijntjes zitten om de ene familie van de andere te onderscheiden. Dat soort elementen. Ja, een zeer terechte vraag. Nee, in wat ik vertelde focus ik op de ontvangende samenleving en leden van de ontvangende samenleving. In het Nederlands onderzoek zien we ook dat dominant is. Dat wordt meer onderzocht. Dat multigroepsperspectief, dat komt gelukkig steeds meer. Dat er ook gekeken wordt naar hoe de nieuwkomers reageren op situaties. En ik denk dat collega Helge de Valk daar ook heel erg wat van af weet over de verhuizingen en de weerslag daarop van de kinderen. Ja. Ja. Als ik daarop aan mag haken. Het werd niet aan mij gevraagd, maar ik ga toch antwoorden. Ja. Nee, ik denk dat het wel aardig is. Ik noemde het grote onderzoek al, waar we kijken naar welke effecten bijvoorbeeld het heeft op kinderen, vooral van asielherkomst, die naar verschillende locaties steeds worden meegenomen. En niet altijd in de meest ideale situaties voor kinderen, laten we het zo formuleren. Eigenlijk zien we bij heel veel kinderen, als je vaak verhuist, heeft dat ook op lange termijn vaak nog effecten op je welbevinden, je gezondheid, maar bijvoorbeeld ook op relatievorming. Dus mensen die heel vaak verhuizen in de kindertijd hebben vaak instabielere relaties, ook later nog. En dan heb ik het echt over het volwassen leven. Hè? Dus we kennen allemaal als we verhuizen, dat je voordat je je boekenkasten op hebt gezet en je weer op de bank zit en denkt, nou, dit is thuis, dat duurt even. En dus vaak hebben we even een dipje in ons welbevinden. Maar zeker als dat dus vaak gebeurt in je kindertijd en als je in de adolescentie bent, samengaat met veel onzekerheid, dus onzekerheid over banen van de ouders, onzekerheid over de woonsituatie, dan zie je echt dat dat op lange termijn nog heel veel effecten heeft. Dus die situaties die u net beschreef, hè, van opvanglocaties en het vaak wisselen daarin, dat is eigenlijk een hele, duur woord, precaire situatie voor die kinderen, waarvan we eigenlijk kunnen verwachten dat ze daar nog best wel lang in hun leven last van gaan hebben. En dat is wel iets waar we in ons beleid toch misschien wat over na moeten denken, hoe we dat anders en beter zouden kunnen doen. Die verhuizingen zijn echt funest. Die zijn funest voor het aangaan van langdurige contacten. En die contacten, zoals we net horen, die zijn positief. En dat is voor twee kanten positief. Dat schets ik ook al in die spagaten, kort en aan lange termijn, maar het is echt voor de integratie van de nieuwkomers, is het opbouwen van contacten met de ontvangende samenleving heel erg belangrijk. Hopelijk gaat er ook wat veranderen, dus nu kunnen ook, wordt eerder toegestaan dat mensen bijvoorbeeld mogen gaan werken, ook al ze nog geen volledige asielstatus hebben. Dus dat is allemaal gunstig om die contacten te creëren en integratie te bevorderen. En dat verhuizen is funest. Ja. Ja. Voor beide kanten dus, begrijp ik. Ja.
Nou, u heeft niet nog de microfoon. We moeten, want dat geeft niet hoor. Nee. Ik denk dat we het hier eens willen. We gaan eerst even verder. Ik zie daar links achteraan een hand. Ja, ik had een vraag voor mevrouw Valk. U geeft aan dat u het inzicht heeft gekregen door uw onderzoek om anders te kijken naar een internationale onderwijssetting. En hoe heeft u dat zelf in uw, als hoogleraar geeft u neem ik aan ook onderwijs, hoe heeft u daar zelf uw onderwijsmethodes op aangepast? Ja, een hele mooie vraag. Nou, het heeft mij zelf veel bewuster gemaakt, eigenlijk de dingen die ik via de leerlingen terughoorde. Dus eigenlijk een beetje wat jij net ook vertelde. Ik kreeg eigenlijk terug van, ja, maar je verwacht dat wij reageren of je verwacht dat wij meteen interactie met je hebben. En dat je daar eigenlijk daarom op andere manieren soms de interactie meer in groepjes apart neemt, bijvoorbeeld, in plaats van aan groep dingen vragen en verwacht dat mensen opstaan. Dus daar heb ik wel degelijk wat van geleerd. Ik heb in het verleden ook zelf voor de klas gestaan in Zuid-Amerika en dat heeft mij ook zeer veel daarover geleerd. Dus ik denk vooral eigenlijk dat we met elkaar in Nederland heel snel denken dat iedereen heel assertief is en dat de meest assertieve kinderen ook de slimste kinderen zijn. Hè? Want die leerkrachten zijn ook allemaal slimme kinderen, dat zijn degenen die veel vragen. Ja, en terwijl juist degenen die niet veel vragen misschien wel net zo slim of slimmer zijn. Dus ik realiseer me eigenlijk, probeer dat altijd als ik lesgeef ook te denken, juist degenen die niets vragen, kan ik ook in de pauze nog wel vragen en horen hoe zij naar dingen kijken en toch ook hun visie daarin meenemen. Ik weet niet of dat een antwoord is op wat je wilde weten. Ja. Ja, mooi. Ja, de handen gaan weer omhoog. Daar zit de meneer een beetje in het midden met zwarte trui. Dat is lastig voor de microfoon, maar het komt goed. Het komt goed. Ja, ik had eigenlijk een vraag voor professor Tolsma. U zegt dat contact heel erg belangrijk is. En contact tussen mensen uit Nederland en uit andere landen. Maar ziet u dan ook een verschil binnen Nederland wie er contact hebben? Dus bijvoorbeeld in bevolkingsgroepen, om het even zo te zeggen. En is dat ook misschien een probleem? Ja, daar heb ik ook wat onderzoek naar gedaan. En er wordt veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk zijn die resultaten best verrassend. We zien dus bijvoorbeeld dat de hoger opgeleide, autochtone, blanke, originele Nederlander, of hoe we ze willen noemen, relatief weinig contact heeft in vergelijking met de meer praktisch geschoolde mensen. Dat is iets wat tegen de heersende ideeën ingaat vaak. Dat is deel van je vraag, denk ik. Hè? Zo van wie heeft de contact? Dus dat is vooral die onderkant. En hoe kan dat dan even tussen om deels ook door die contactmogelijkheden. Dus dat de praktische scholen vaker mee in aanraking komen met migranten die de arbeidsmarkt betreden. Aan de andere kant, en ook dat noemen we de integratieparadox, zien we dat juist de hoger opgeleide tweede generatie zich vaak weer afkeert tegen de ontvangende samenleving. En deels wordt dat veroorzaakt door negatieve contactervaringen. Dus die tweede generatie, denk aan de tweede generatie Turks en Marokkanen, die betreden de arbeidsmarkt, die starten vaak met het idee, ik ben geïntegreerd, ik hoor erbij. Ze betreden de arbeidsmarkt, worden daar alsnog mee geconfronteerd dat ze niet geaccepteerd worden. En krijgen dus negatieve contactervaringen en gaan dan weer negatiever denken over de ontvangende samenleving. Dus het contact moet wel positief zijn. Maar dus in dit geval kan contact dus ook voor de tweede generatie soms negatief uitwerken. Ja. Oké, dankjewel. Dan kijk ik weer de zaal in. Wie heeft op dit moment een vraag? Ja, ik zie daar een hand omhoog gaan. Eigenlijk een vraag voor jullie alle drie. We hadden het over onderwijs. Jullie hebben het veel gehad over kinderen. Nou weet ik dat als kinderen hier binnenkomen, dat ze vaak een gescheiden vorm van onderwijs genieten. Vooral als het uit vluchtelingengebieden komen. Waarbij ook heel erg de vraag wordt gesteld in welke taal moeten we dan lesgeven? Want we zien die fluctuering. We zien dat ze vaak doorgaan naar een ander land.
Eigenlijk is het niet een hele specifieke vraag, maar misschien jullie tips voor onderwijs. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Wat zijn de lessen die onderwijs hierin moet meenemen? Wie wil daar als eerste op reageren? Ik wil wel reageren. Ja? Ik paas hem graag door. Gelukkig ben ik ook pedagoog, dus ik hoop dat ik iets zinvols kan zeggen. Er zijn twee elementen. Je noemt enerzijds vluchtelingenkinderen, dat is natuurlijk een hele specifieke groep. En eigenlijk zien we, dat relateert aan mijn verhaal, degenen die het minst terugkeren of weer vertrekken uit Nederland zijn degenen die als asielzoeker binnenkomen en vluchteling. Dus het is eigenlijk heel raar dat we die groep zo apart lesgeven. Want het is, eigenlijk weten we daarvan dat het merendeel van die mensen hier zal blijven. En die houden juist apart. Dus dat is één deel van het verhaal. Twee, je ziet vooral bij de Europese migranten best vaak een vlottendheid in de migratie. En ik denk dat dat een enorme uitdaging is voor het onderwijs. Omdat je daar eigenlijk vaak ziet dat de kinderen op school beginnen. Soms een tijdje weer weg zijn, weer terugkomen. Ik weet bijvoorbeeld de situatie in Rotterdam-Zuid. Waar ze echt eigenlijk de leerkracht ieder kwartaal een nieuwe compositie van de klas heeft ongeveer. Ja, dat is enorm uitdagend natuurlijk. Daar kun je nauwelijks wat in opbouwen. En tegelijkertijd zie je dat soort uitdagingen ook in international schools. En daar vinden we het een geweldig iets. Dus we zouden misschien ons daar ook door kunnen laten inspireren. Wat daar al geweten is over het heen en weer halen van kinderen. En het zorgen dat het curriculum toch zo stabiel mogelijk kan zijn om hen aan boord te houden. Dus die drie dingen denk ik dat we daar wel uit kunnen leren. Ik weet niet of dat compleet is, maar het zijn in ieder geval ideeën die wel spelen. Maar wel gecombineerd ook met toch de notie dat veelvuldig verhuizen in een kwetsbare positie. Voor de opleidingsniveau weten we het gewoon heel zeker. En vooral in de adolescentie. Dus eigenlijk tot een jaar of 7 is het allemaal niet zo heel erg als je veel verhuist met je kinderen. Daar komt het op neer. Maar vooral als ze hun eigen netwerk en hun eigen contacten. Eigenlijk weer hetzelfde als waar Jochem het ook over heeft. Hun eigen contacten hebben. Dan werkt het enorm disruptief. Dus eigenlijk moeten we veel meer met elkaar zorgen dat we dat voorkomen. Om echt het welbevinden en de goede. Of nou die kinderen verder in Nederland blijven of niet. Maar hun welbevinden te bevorderen. Ja. Ik weet niet of je vraag helemaal beantwoordt, maar ik heb een poging gedaan. Ja. Sharp, zou jij hier ook nog op willen reageren? Ja, het is ook inderdaad, het is funest om die kinderen steeds te laten verhuizen. Want die kinderen hebben inderdaad, het gaat om de veilige basisveiligheid, hechting. Want die kinderen gaan ze hechten aan de docent, juf, kinderen. En als je hun steeds van een naar andere plek brengt, dat je verstoort dat proces en op lange termijn heb je grotere kans in het ontwikkelen van problemen in je persoonlijkheid, psychisch welzijn en dat zie ik ook in de praktijk. En dat is inderdaad heel interessant en belangrijk. Ik weet ook dat kinderen leren van elkaar veel meer dan van een juf of van een docent. Als je een apart houdt, dan doe je juist niet goed. Laat die kinderen gewoon van elkaar leren, spelerswijs leren van elkaar veel beter dan de hele tijd met een juf alleen zitten of staan. Dus ja, daar ben ik helemaal voor om die kinderen gewoon laten zijn. Misschien loopt het iets trager, maar toch veel beter dan alleen apart lesgeven. Ja, nou, ja. Mooie aanvulling. Dankjewel. Wil jij nog? Ja. Een klein tegengeluid, want het lijkt dan zo, oké, we zijn het eens. Waarom gebeurt het dan niet? Omdat het ook weerstand oproept of ervaren dreiging van de ontvangende samenleving als er nieuwkomers in de klasse komen. Hè? Dus en meteen gemengd wordt. Dan veel ouders denken dan, oké, nu gaat het onderwijs, het gaat ten koste van het onderwijs van mijn kinderen. En deels kunnen die gevoelens ook terecht zijn. Dus dat is de kanttekening waarom er vaak een apart les wordt gegeven aan asielzoekerskindjes en niet meteen in het reguliere basisonderwijs instromen. Aan de andere kant is het ook voor docenten ingewikkelder, dus om, als de schoolklassen divers zijn, om daar je lesmethodes op af te stemmen. Al die interculturele communicatie is lastig. Dus er zijn ook voordelen om ze
een tijd bij elkaar te houden, los van de ontvangende samenleving. Dus dat is het tegengeluid, voordat we denken van ja, hey, we zijn het allemaal eens, waarom doen we dat niet gewoon? Nou, omdat het er ook andere redenen zijn. Dus moet inderdaad ik daar reageren? Ja. Ik probeer iets polariserend. Ja. Ja. Ik ben met je eens hoor dat ongetwijfeld zo is. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere landen waar ze dat wel al zo doen. Met eigenlijk hele goede resultaten. Ja. He, dus je hebt bijvoorbeeld Zweden waar dat gebruikelijk is. Waar asielzoekers op de locatie waar ze in principe blijven wonen ook meteen zich settelen. In plaats van door het land heen gezeuld worden. Ja. He, dus het is in die zin zie je wel degelijk ook voorbeelden waar het wel kan daar werken. Daar ben ik helemaal voor. Hè. Dus niet dat verhuizen. Maar, voilà, ja. En het andere is, kijk, international schools, ik noemde ze net al. Daar worden allerlei culturen samengebracht en dat vinden we allemaal geweldig. Het liefst zouden we dat allemaal willen, maar we kunnen het niet betalen, want dat zijn private schools. Ja, dat is toch eigenlijk eenzelfde setting. Waarom is het daar een asset en in een andere context niet? Nou goed, daar kun je over nadenken. Dat komt ook door curriculum en scholing van docenten en et cetera. Dus ik ben het zeer eens dat je daar goed over moet nadenken, dat het misschien niet zo simpel is. Ja. Maar dat we daar niet creatiever over nadenken en eigenlijk zo vasthouden aan een manier van doen, vind ik wel teleurstellend ook, omdat je internationaal gewoon ziet dat het wel degelijk anders kan. Nou, dankjewel. Ja, mooi compleet verhaal. Zo, kijk weer de zaal in. Waar zijn nog vragen? Ik zie hier vooraan een vraag. Ondertussen kijk even op de iPad of er nog meer vragen zijn binnengekomen. het is misschien een beetje een erg algemene vraag, maar ik denk, er wordt altijd gezegd, Nederland is een immigratieland, staat daar ook weer. Bestaat er eigenlijk wel een Nederlander van origine? Wij zijn helemaal door de eeuwen heen, zijn wij opgebouwd als immigratieland. Hebben wij er helemaal geen lessen geleerd uit het verleden? Die geef ik even aan jou door. ik kan me nog herinneren dat onze koningin Maxima zoiets zei als de Nederlander bestaat niet of de Nederlandse identiteit bestaat niet. Die kreeg toen heel veel negatieve reacties. Dus, en dat zou denk ik misschien ook deels het antwoord zijn wat ik zou willen geven. Ik denk als u dit zegt, ik denk dat heel veel Nederlanders zeggen, jawel, ik voel me wel Nederlander en ik weet wat de Nederlander is. Hebben we niks geleerd uit het verleden? Tuurlijk hebben we als land een identiteit. Tuurlijk hebben we als land normen en waarden. En mogen we ook grenzen stellen aan waaraan we willen dat nieuwkomers zich gaan integreren. Dus de integratie, de acculturatie komt van twee kanten. Helemaal mee eens. Maar het is nog steeds, kunnen we als ontvangende samenleving nadenken over, dit zijn onze grenzen, letterlijk en figuurlijk. Hè? De figuurlijke grenzen van onze normen en waarden. En die hebben we. We hebben gedeelde normen en waarden. Ja. Mag ik ook even reageren? Ja, zeker. Ik heb Nederlands als Tweede Wereldoorlog het boek als cadeautje gekregen van een collega. Nederland als? Nederlands na Tweede Wereldoorlog. Ah, okay. Toen las ik het boek en kijk ik naar de maatschappij. Het past niet, die normen en waarden die 40 jaar terug waren. Ik zie weinig overeenkomsten. Wat ik daarmee wil zeggen, de cultuur is een dynamisch begrip. Ik heb ook een paar collega's gehad, kun je stamppot maken? Want dat is heel erg typisch Nederland. Nee, zij zegt, ik ga naar mijn oma als ik stamppot wil. Als je de jonge generatie vraagt, grotendeels kunnen zij dat niet maken. Terwijl dat het echt een basiscultureel iets van Nederland is. Dus die cultuur is een dynamisch begrip. Die verandert ook bij de tijd, bij de samenleving. Dat was voor mij ook heel interessant. Om te zien hoe snel zoiets veranderd is eigenlijk ja, al. Ja, ja. 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 Nou, heel goed. Dat mooie antwoord op deze vraag. Kijk weer even de zaal. En er zijn geen vragen meer via de chat. Ik zie daar een vraag. De meneer die nu nog zijn hand omhoog heeft. Uh,
Ja, vraag meneer Hosman. Dank voor uw andere perspectief vanavond. Ik vond het erg leuk om dat te horen, hoe dat dan ervaren wordt. Als u over dit hele thema reflecteert op onze Nederlandse cultuur en samenleving en waar u van origine vandaan komt, kunt u iets zeggen van wat interessante inzichten erin of misschien een persoonlijke voorkeur? Oeh, ja. Nou, pas op, hè. Ja. Ja, het is een interessante vraag. Soms krijg ik ook dit vraag. Ik zeg tegen collega's of vrienden, ik heb geen verleden in Nederland en geen toekomst in Afghanistan. Zo zie ik het. Ik heb ontzettend veel dingen geleerd. Met behoud van mooie dingen wat ik ook had in mijn eigen land. Dus die heb ik ook deels behouden. Deels dat het niet van toepassing was hier, heb ik het losgelaten. Zoals, ik maak oogcontact met iedereen, dus ook soms heel, heel starrend. Dus ik heb ontzettend veel dingen geleerd van deze cultuur. Dus kan ik meer daarover zeggen? Irritatie? Ja. Aan het begin wat ik zei, de culturele shock, alles wat ik deed of dacht dat ik goed deed, was niet goed. Ik was bescheiden, subassertief, maakte ik geen oogcontact en stelde ik niet de vragen wat ik eigenlijk moest doen. Dus dat was een bron van irritatie. Maar die zwakke punten heb ik een kracht van gemaakt. Heb ik het geleerd, hoe kan ik daarmee omgaan? En dat gaf heel goed gevoel. Dan word ik wel gerust, krijg ik een gerust gevoel daar. Oh ja, oké, dat is wel goed. Ja. Dat is en prima. Als ik daar nog even op door mag, het is nu, zijn er ook dingen die je niet aangepast hebt en waar je echt aan ergert bij Nederlanders? Aanpassing is ook, ik gebruik die term aanpassing niet, maar meer integreren. Ik ben wie ik ben en ik ben niet heel erg direct en dat is ook niet slecht. Waar ik me irriteer aan, Ja, zoals niet meer. Nou, mocht je later nog iets te binnen schieten voor we eindigen, roep het dan. Maar ik zal je niet verder lastigvallen hiermee. Ik zag hier vooraan deze mevrouw, derde rij. Nog een vraag. Ja, ik heb een vraag aan de psychiater. Over de geestelijke gezondheidszorg van de mensen die in lange tijd in asielzoekerscentra wonen. Ja, tenminste, persoonlijk denk ik, dat betekent nog wel wat. Natuurlijk, eerst hebben de mensen een periode achter zich liggen. Ze komen niet zomaar naar ons land, vaak vluchtelingen. Heb je daar zelf ideeën over of daar preventief dingen opgezet moeten worden of moeten we maar gewoon hopen op dat we op de ontvangende samenleving, zoals steeds genoemd wordt, dat ondersteunend genoeg is als je een keer uit het centrum bent? Of heeft u daar zorgen over? Tenminste, ik heb daar wel zorgen over. Ja. Nee, heel goede vragen. Ook heel terecht zorgen. Mensen maken ernstig trauma's mee, maar komen zij hier naartoe? En die PTSS of de trauma ontwikkelen juist hier, omdat die in de AZC's, als je daar naartoe gaat, is schrijnend. 4, 5, 6 mensen op 1 kamer. Als iemand niet slaapt, dan de rest van de mensen kunnen ook niet slapen. Of kinderen met grote gezinnen in heel kleine ruimtes. Mensen met heel veel psychische problemen, maar geen zorg. Het is ontzettend schrijnend en triest waar ik dagelijks mee geconfronteerd word. Ik probeer mensen traumabehandeling te geven, helpen om van de trauma's af te komen, terwijl dat die AZC's heel vaak is onveilig.
Wat jullie ook horen over het verhaal op de krant of tv, het is ontzettend onveilig voor die mensen. En soms hoor ik ook, ja, jij geeft mij traumabehandeling, maar ja, ik voel me daar niet veilig. En dat deel ik, ja. Het is heel triest en zorgelijk op lange termijn, ja. Zou ik mogen aanvullen, want wij hebben ook onderzoek gedaan naar psychische hulp bij asielzoekers en waar ze behoefte aan hebben. En soms zien we zelfs dat die psychische hulp ja, soms negatief werkt. En ze wordt geconfronteerd en ze worden nogmaals als, oké, het is mijn schuld dat ik psychische problemen heb. Dus ze krijgen opnieuw een soort slachtofferspositie. En waar hebben ze behoefte aan? Aan een veilige plek, ja. aan een woning. Dus dat is vaak nog belangrijker dan die psychische ondersteuning, die natuurlijk zeer goed en nuttig is. Maar als we, ja, in ons onderzoek zien we dat de mensen in die AZC's zeggen, geef me gewoon een plek om te wonen, geef me het recht om te werken, ik wil bijdragen. En dan, daarna verwerk ik mijn trauma's uit mijn herkomstland wel. Ja. Goed, duidelijk. Gezien de tijd zijn we toe aan de laatste vraag. De meneer links met zijn hand omhoog, die mag hem gaan stellen. Ik heb een vraag aan de psychiater. In uw studenten of collega's kringen als migranten, heeft u daar contact met of alleen maar witte collega's? Ik heb in 2014 een vereniging opgericht voor buitenlandse artsen in Nederland. Want het is ontzettend moeilijk om hier weer als arts te mogen werken. Het is een heel moeilijke traject. Die moet je ook allemaal zelf doen. Je krijgt weinig ondersteuning van de universiteiten en de regio's. Dus daarvoor heb ik een vereniging opgericht om die doelgroep te steunen. Met een website, Facebookpagina's en ook gebruik van social media. En ik heb ontzettend veel contact met mensen uit die netwerk. Mensen met andere culturele achtergrond. En op mijn werk, op mijn privéleven heb ik ook contact met autochtone Nederlanders, zoals je hebt ook benoemd, of collega's. Ja. Ja, nou mooi dat dat ook nog even ter sprake kwam. Dat je dat doet. We zijn door de tijd voor de vragen heen. Ik ben nog wel even benieuwd naar een korte afsluiting van jullie. Wat nemen jullie mee uit deze aflevering? Ik vind het een ontzettend leuk thema om met elkaar daarover te hebben. Ik vond het heel, heel prettig, ook heel inzichtgevend hoe de situatie, de huidige situatie qua migratie en stroom is. Die reële cijfers en ook jouw presentatie vond ik ook heel interessant. Dank je. Goed. Ja, mij leert het, en dat wil ik ook nog meer meenemen in mijn eigen onderwijs, dat het ontzettend nuttig is om de ervaringssituatie te illustreren. Of mensen die het hebben meegemaakt. Hè. Dus ik kan zo'n theoretisch verhaal houden wat de reacties van een ontvangende samenleving of wat er gebeurt met migranten. Het komt beter binnen als we ook de doelgroepen daarbij betrekken. En dat probeer ik ook steeds meer in mijn onderwijs te doen. En dat door vanavond en door jouw mooie verhaal ben ik daar nog maar ingesterkt. Ja. Ja, ik sluit me helemaal aan wat jullie zeggen. Ik denk dat het goed is om met elkaar dit soort gesprekken te hebben. En juist vanuit heel verschillende invalshoeken. En eigenlijk die, want jij begon over feiten en ficties bijvoorbeeld. Ja. En dat je eigenlijk dan ook de ervaring daaraan kunt koppelen. En ik denk dat enorm toegevoegde waarde heeft. En ook om in gesprek met jullie daar dan vragen over te beantwoorden. En vragen te krijgen die je misschien soms als wetenschapper of wel als voor... waar al aangenomen hebt of denkt, dat weet toch iedereen. Maar dat je juist daarover met elkaar ook in gesprek blijft. Om die kennis te delen op een goede manier. Maar dan ook wel met een, nou ja, ik noem toch even een menselijk gezicht. En niet alleen maar met figuren en cijfers waarvan je denkt, het is wel heel abstract waar we het hier over hebben. Maar het gaat gewoon over mensen. En ik denk dat me dat ook weer even heel goed heb gerealiseerd. Ook vanavond in de voorbereiding, maar helemaal nu hier zitten met elkaar.
Nou, dank jullie wel voor deze hele mooie afsluitende woorden. Ik wil jullie alle drie heel erg hartelijk bedanken voor jullie bijdrage op heel verschillende vlakken, maar samen een hele mooie compleet beeld van wat migratie is en betekent en hoe we daar ook met z'n allen mee om kunnen gaan. Dus daar wil ik jullie heel erg hartelijk voor bedanken. Graag gedaan. En daar komt iets aan voor jullie allemaal. Ondertussen praat ik gewoon door. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen van de Publieksacademie Sociale Wetenschappen. Wilt u op de hoogte blijven? Hier is de QR-code achter mij. Dan hoort u wanneer we weer verder gaan met deze serie. Voor nu, er is alle gelegenheid om na te praten. Dat kan hier in de zaal of in de newsroom. En mede namens ons hier op het podium en de organisatie, hartelijk bedankt voor uw komst.